Bejaardentehuizen kunnen nu iets vrijer opereren, aangezien de COVID-19-situatie redelijk onder controle is. Met de recente ontwikkelingen wil het bejaardentehuis Fatima Oort zinvollere vrije tijdsactiviteiten gaan organiseren voor haar bewoners. Danette Barrington, zorgcoördinator van het Fatima Oort, zegt dat het tehuis hiervoor een twinningproject is aangegaan. Wij hebben een twinningproject gaande, waarbij we een dagbesteding organiseren voor onze bewoners. En dat proberen we nu beter op gang te laten komen, nu de pandemie een beetje op een lage pitje is. En zodoende proberen we ook nu onze bewoners weer te activeren en weer leuke dingen met ze te doen. Dus ik hoop dat het echt minder wordt, zodat we ook naar buiten kunnen. Maar binnen proberen we het zoveel mogelijk activiteiten te houden, om ze bezig te houden. Dus dat gaat nu wel veel beter. Barrington zegt dat de bewoners heel erg genieten van zulke activiteiten. Tot die conclusie is ze gekomen nadat Stichting Popchipatu een senioren Valentine project voor het tehuis heeft uitgevoerd. Het project is gisteren afgesloten, maar de stichting zal later dit jaar weer een soortgelijke activiteit organiseren, omdat de vraag ernaar heel groot is.